Goedendag, ik ben Emiel Stoffers en ik ben op het Björkje. In deze serie ga ik dwars door Friesland om verskaarde boeren te helpen. Okay. Om zo te leren wat een boer nou eens doet. Dit is Björkje voor beginners. Heel! Goedendag mensen. We zijn hier bij Staal Akkema in Britsert. En ze handelen hier in hinders, ze beleren hier hinders. En we zien hier even zien wat ze merken wat beleren kunnen. Ah, goeiemorgen. Goeiemorgen. Zonne. Dat dacht ik al. Ja, dit is Emiel. Mooi. Ben ik bang voor hinders? Nou, misschien wel, maar dat zie ik net merken. Nou, kom maar mee. Zij wonen gewoon. Nou, dat zijn van drie. Mooi gevoel horen in die hand. Als je een hand hier hebt, dan is dit. Melk de koe een beetje. Dus puur die hand. Dat gaat er al. Ja, ja. Dat gaat er al. Ja. Nou, maar die hand. Hoe zet ik hem in de vooruit? Dat is het voet. Ja. Dat is voorwaarts. Voet. Voorwaarts. Hij zit nou te slepen. Oh. Goed zo, braaf. En nou pielen, hè, maar die benen al. Hop. Boetel erbij horen, hè. Boetel erbij horen. Hij snapt er niks van. Oh. Kom maar. Ja. Zo, oké. Rustig, man. Moet even gevoel krijgen. Ja. Wat is uiteindelijk het plan met Jimmy? Nou, we hebben nu een dressuur. Taken meer dan maar de C-dressuur, dan draai ik het sportcertificaat. En ja, dan ben ze voor de handel weer een stukje meer werk. En wat moet Jimmy ongeveer doen, ik vraag je mij? 20, 24 uur. Als er een keer je werking zegt, dan moet ze al weer eens wat opbrengen. No? Ja, wees, ja. Ja. Ben je hier in veld in of ben je hier ook? Nee, ik maak die hek even niet op. Oh, okay. Oh. Dat is geweldig, jong. Dat gaat super mooi. Dat oh, nou, alleen. Nou, dat is voor het eerst dat jij, maar. Vorige boer zei ik eens beter muziek, meisje. Voet! Mooi, Jan! Ja, het is wel even. Bij Staal Akkema trainen ze net alleen de hinders, ze fokken ze ook. Ik dacht, ik leid dit even in, want de oergang naar deze scène is net heel subtiel. Nou, dan kom ik straks met de hinster aan. En als het dan klaar is, die hinst die springt erop. Dan moet je toch uit de stut pakken en ervoor waarlopen. Als wat klaar is? Nou, als die hinst erop springt. Voordat het erop springt, ja. Nee, als het erop springt. Dus hij springt erop. En dan vlucht hij hier heen en dan pakt hij die stut verder. Oké. Okay. Goed. Oh. Ah, de stut komt al een beetje omheen van de merrie. Goed zo, ja. Maar hij moet eerst even wachten. Iemand even het laten? Ja. Braaf, goed. Goed. Even roeken. Direct springt. Ja. Oh ja. Oh, dus pak nou die stut maar. Ja. Oh nee, maar. Kom maar, pak die stut maar. Goed zo. Ja. Goed zo. Braaf, goed zo. Oh, dat lijkt kalm. Oh. Ja, let maar los. Ja. Klaar. Dat weet al, hè? Dat weet al, hè? Goed, dat is nog sneller dan ik. De natuurlijke gang van zaken gaan we gewoon maar. Nou, geven we dat op morgen, meneer Dwan. Ja, nou de nieuwe wetse meneer, en dan zie je het vangen. Dat mag, dat doet steeds gekker. Zo. Nou, mensen, dit is hem, de kunstkeden. De creatieve cameraman had er even een cameraatje op zetten voor een goed shot, voor de money shot. Nou, maar Giel, ben ik klaar voor. Ja. Kom maar, Alep. Hop. Ja, oh. Ja, nou is het voorvoet ja. Ja, voorvoet ervan. Ja. Maak hem er nou maar in. Oké, kom maar jongens. Kom maar.
Kom maar, kom maar, kom maar. Denk naar voren. Ja, ja. Nou maar, joh. Kom maar, joh. Kom maar, joh. Kom maar. Kom maar. Ja, dat is gewoon op een berg. Oh. Hier weer een leuk. Ja, ja, maar dit... Geen man in winter. Ja, hij is al... er was al lange boom. Het is kleur. Nou, eens ben we nog net heel dal kleur. De sperma is er wel uit, maar het zal ook wel weer ergens in moeten. Ja? Ja. Nou, dan was het erom. Ja. Beetje glijmiddel op de hongen. Daar zet die vingers in. De hongen samen uit. Oh, ja, ja, ja. Leeds. Ja, ja. En dan begin je. Oh, shush. Ja, mooi verzetten dus hier, draaien. Ja. Verneem ze het nou, dan pak ze maar die hand, deze hand, pak ze die spuit bij. En dan spuit doen ze maar niet. Oké. Zo, doe maar. Ja. En dan geef ze terugknippels. Zo. Zo. Nou. Nou, weer een klusje geklaard. Popke maken. Nou, heeft alles op mijn hinder zitten? Ik had het wel eens een keer bezocht. Maar ik had er nooit lang op zitten. Oké, nou, dan zullen we proberen als het er nog langer op zitten bloot. Ja. Dan, maar, oh, McGill zit klaar. Nou, dus, maar even op McGill. Daar heb ik al een boom mee opgebouwd met dit hinder. Ja. Een intieme relatie heb ik al met dit hinder. Zo, braaf, kom maar jong. Daar gaat ie. Bij het fokken gaat het net alleen nog om de fysieke kenmerken van een hinder, maar ook om het karakter. Het karakter is heel belangrijk, hè? Want je hebt een heel soort mensen met hinders, maar heel weinig hinstermensen die er echt mee omgaan kennen. Zoals ik bijvoorbeeld. Nou ja, maar dat is nog plezier. Zit dan maar plezier op dat hinder. Ja, ik vind het schitterend. En als ze nou worden niet en hij die heeg in bloed zit, die springt dan weer en dan vlugt dan weer door de lucht. Ja. Dus de meesten hebben al eens druk die met een twakke wieks met die op mijn hinder stappen kennen. En dan moet ze zo zijn, ze mooi rustig. Ja. Nou, daar ben ik gelet van, voor zulke hinders. Zou niet ook ik wel haar. Misschien had ik de ruimte nog een keer haar doen, misschien nog een keer handen. Ja. Ideaal, jong, zo'n rijstig hinder. Maar ja, dit is Björkje van beginners. Dus de rijst duurt het nooit lang. Moest ik even galopperen, want dan mag er even aankomen. Dan doen we er even een beugel zo aan. Dan zetten we die even een bodyprotector rondwaan en een helm op. En dan, dan wordt het serieus. Dan gaat het gebeuren. Ja, ik ben er nou toch. Dus, ja. Nou, daar gaat hij. Eén, twee, bam, hup, ja. Geel. Hop, hup. Hup. Goed zo. Yeeha. Goed zo. Yeeha. Ja. Goed zo. Oeh, rustig, rustig. Ah, machtig, man. Ja, schitterend. Dat is echt schitterend. Zo, nou op mijn volgende putje maar. Ja. Nou, maar we er nog maar achter. Mag ik hier op steen? Ja, kom maar achter op steen. Oké. Okay. Nou. Kom maar jongens. Voorwaarts. Hoeveel hinders komen en gaan hier nou op zo'n bedrijf per jaar gemiddeld? Ja, we hebben 150 hinders per jaar. Het is wel droog, ja. Het is hinders, het is hartstikke mooi. Je hebt het allermooiste leven, maar je hebt een leven wat, nou, dat is droog. Je bent altijd niet. Je zou een prut aandacht nodig. Ja. Het is ook wat we zo hebben bijvoorbeeld een piekenstal, dan gaat het voer automatisch, dan gaat het water automatisch. Ja. En hier is Je mag je er constant opzetten. En bij die piekenstal, dan moet je natuurlijk ook elke dag er terug in rennen. Maar dat is hier ik zo. Het is altijd nog blijven blauwen. En maar wel trot trainen, want blauw op stal staan, ja, daar leer ze niks. Ah, kom maar.
Met links, denk ik. Ja, goed zo. Zo, ja. Hij werd op links, denk ik. Nou, Anne, jongen. Ik wil je even bedanken. Ik kan mijn poel best vermaken, jongen. Mooi. Daar kom ik dan. En, nou ja. Zoals dat zo is, dat plak heeft, dan kost maar omheen. Dan zullen we die hier verkopen. Ja, hè? Zeg niet fel over de hele. Zo. Au! Ja, hoi.